seconden telt. Nou, elke seconde telt. De meld-app is een mooie toepassing waarbij al jouw persoonlijke gegevens in de app zitten. En als jij 112 belt, stuurt hij die gegevens naar de dichtstbijzijnde meldkamer. Hij geeft ook de GPS-locatie van waar jij bent mee. Daardoor hoeven we je niet allerlei vragen te stellen, omdat we weten wie je bent en waar je bent. En kunnen we een minuut sneller de hulpdiensten naar jou toe sturen. Dit is het startscherm van de app waarbij je een van de diensten kan kiezen. Politie, ambulance, brandweer of kustwacht. Ik kies nu hulp voor ambulance. Ik druk op bel alarm. En op dit moment worden al mijn gegevens die bij de installatie zijn ingevoerd naar de dichtstbijzijnde meldkamer gestuurd, inclusief mijn GPS-positie. Nou, we kregen het idee om dit te ontwikkelen omdat wij heel nauwkeurig kijken naar hoe snel en hoeveel tijd wij nodig hebben, hoe snel wij zijn en hoeveel tijd wij nodig hebben om hulpdiensten de straat op te sturen om de burger te helpen. En technologie in smartphones van vandaag de dag slim toepassen zorgt ervoor dat we een hele hoop dingen kunnen automatiseren aan de voorkant. En toen dachten we van nou, 1 en 1 is 2. Meneer? Elke seconde telt. Laten we al die dingen die in een noodgeval allemaal moeten plaatsvinden aan de voorkant organiseren. Meldkamer Amsterdam, wat kan ik voor u doen? Er is hier iemand onwel geworden. Ik heb een ambulance nodig. Klopt het dat u op het Bullenwijkpad bent, bij het metrospoor? Wij gaan de app verder professionaliseren. Wij zijn in gesprek met alle hulpdiensten en de kustwacht. En we gaan zorgen dat er een definitief ontwerp komt. In gesprek met leveranciers van telefoons, in gesprek met de ministeries. Om af te dwingen dat het in operating systems van alle smartphones wordt ingebouwd. Zodat straks iedereen dit kan gebruiken die in Nederland snel hulp nodig heeft. Maar we hebben de prijs natuurlijk wel nodig om een grote boost te geven in Nederland om het sneller een stap voorwaarts te brengen. De techniek is er nu al. Dus waarom zouden we wachten?